ons met z'n eerste wij. Ja, ik denk het wel. Ja, we gaan niet sluipen. Ja, hij moet wel sluipen. Als hij zijn kop omhoog doet, dan... Ja, ik miste hem, maar hij is nou voor mij gefixeerd. Nou, ik weet niet of het slim is om volgens aan toe te rijden, zeg maar. Nee, daar blijf gewoon staan, ook heel rustig. Ja, ik sta hier ook veilig bij. Ik ga ondertussen even naar achteren. Ik ben naar achteren toe aan het rijden. Dus even een andere afwikkeling. Curry staat te ver. Hier moet ik staan. Hij komt rustig aan mijn kant uit nou. Ja. Hij zit nog steeds achter de heuvel, dinges. Klopt. Ik heb wel een idee waar hij naartoe wil. Ja, hij zit bij dat rotsje. Hè? Nee, hij wil nog dichter langs de rand, maar dan gaat hij, want ik sta al daar. Ik sta al zo op dat. Oh, nog een Panther 2 ook. Ja. Klopt. Daar zijn ze met z'n tweeën. Ik ken die achteruit, weet je. Ik rij precies in een soort. Zo. Maar wat de fuck, is knap? Nou, ik heb die Panther 2 te pakken, dus dat is niet zo'n probleem. Hij die IS-2? Ja. Oké, okay. Nou. Ik op hem zat te loeren, weet je. Dus ik denk, Ik heb mijn onuitspreekbare naam, denk ik nog. Ja, maar het raar is, ik zie hem nou niet meer. Nee, hij stond laag en hij schiet me gewoon dood, die wachtgeest. Ja, maar ik ben hem helemaal kwijt. Ik ga wel het vliegtuig over de flikker heen. En die mist. Ah nee, raakt me op het laatst nog. Het was wel diezelfde gozer trouwens als van die IS-2 die me nou kapot heeft. Die ging vliegen. Dat is een mosquito, ja. Ja, dat is tof. Ik ken niet, want hij stond op C1, weet je. Ja, hij schiet mij ook dood op mijn manier. Ongelooflijk, zeg maar. Nou hoop ik dat hij een beetje door kan rijden over 10 minuten, 10 seconden, 8 seconden, 7 seconden, shit. Het weer 2 jagers op mij af. Ik ga gewoon vol in duikvlucht. Er komt er eentje recht op me af. Al schietend. Zit hem wel, maar ja. Aan de man, nou heb me gewoon. Ja. Triefelhond. Ik kan nog niet eens op hem schieten, weet je dat? Ik heb geen boordschut op dat trifelding zitten. Nee. Hij zit aan de achterkant, zeg maar, helemaal. Ja, hij blijft daar zitten. Ik heb hem al in de gaten, zeg maar. Nee, ik ben niet echt ooit naar daar zit hij. Dat is... Ja. Nou, en dan beschuldigd. Ja, ik heb die zo direct één te pakken als ik mijn reload snel nog is. Hij staat in ieder geval stil. Nou ziet hij mij pas. En hij heeft mij dood. Recht tegenover je, Diet. F3. Doorrijden, want hij staat al in de hens. Bedoel ik. Nee. Bommen. We gaan verliezen. Maar dan alleen weer omdat het team niet naar A of B toe gaat. We hadden in ieder geval een C te pakken. Ja, dat klopt. Daarom staan we ook denk ik redelijk bovenaan. Tenminste, ik sta redelijk bovenaan. We zien er steeds die ene staan met zijn T-34-85 op E1. Ja, met je eerste. Hij schiet waar is die dan?
bij de brug op C. Staat hij met die IS-2 op C? Ja. Ik ken dat dan, want hij pakt hem helemaal niet. Nee, wacht maar. Het is nog 2 seconden, dan pakt hij hem. Maar hij schuift hem volgens zijn zijkant, dus hij zal ook wel repareren. Maar hij... Stond hij in een van die nissies, een van die bogen? Nee, net ernaast, links naast de brug. Ik heb artillerie geruit waar hij stond. Ja, dan komt ook een... T-34-85 op af. De derde, een, niet, ja, hij staat op C, hij pakt C. Nee, dat is de T-34 waarschijnlijk. Undamaged. Mission failed. Ik reload even snel, ik moet toch nog een keer op jou schieten. Ik kan het niet laten. Damn it, net niet. Bijna suspension van 2 tanks. Er nog wat aan overhouden? Ja. Wat wil je mee? Nou, ga ik maar 200 booster tegenaan. Ready. Ja, ik heb toch al 4 critical hits uitgedeeld. Nummer 16. En ik gewoon in mijn onderspreekbare naam, ben ik niet zo snel, maar dan ben ik de tweede keer sneller bij WBC. Ja. Ja, maar ik moet ook cancel, moet wel daar staan natuurlijk. Ik ben nog met ontwikkeling bezig, moet toch eerst de Challenger en de Charioteer doen. En dan pak ik pas die Marvon. Ik noem hem maar voortaan Marvon. Sea Marvon. Jamal van Frans. Spant hij ook nog voor mij ook. Moet ja. Helemaal uitwijkmanoeuvre maken. Rijd weer 10 km per uur. Heb je mijn trekhaak dan vast, mijn tuin? Nou, dat gaat niet. Nee, ik zit bij weg, ga meteen naar zee. Vol gas. Nou, niet dat dat veel uitmaakt. Ik heb nog je hebt geen machinegeweer op de Challenger of op het andere kring, hè? Nee. Deze wel. Aha. Ja, op die Marvon wel, weet ik. De andere twee niet. Die Centurion heb je het ook. Ja, de Centurion is eigenlijk zo'n Marvon, maar dan net iets anders. Ja. Return to Battlefield. Screw you! Ah, Pantage. Zie ik al. Op H3 zat hij. Oh ja. Hij staat dat te loeren. Ja, maar staat er naar jou te loeren? Jakpan, nee, naar jou. Jij doet hij hem bij dit, hè? Daar maar bij. Dat redt hij niet, want ik zit een stukje verder, vriend. Alleen opletten dat ik hier niet tegenop rijd. Zie je het dieren? Hé, hey, Pantage, godverdomme. Ja, Pantage heb in ieder geval net. Ook hits, moet repairen. 17 seconden. Links meteen. Ja. Oké. Okay. Hier ben ik met 2 tanks sneller. Ja. Lopen hoor ik een 10er geschoten. Jo. Niet zo snel als mij hier. Ja, maar ik moet naar achteren toe, ik kom niet naar achteren toe weg, weet je? Dat doen we wel. Oh jezus, ze staan aan boven te snijpen hier. IS-2 staat er. Hit, ik ben dood. Rijd naar achteren toe, ik ben nog niet dood. Oh, daar hebben we die G weer. Hit op die G. Dan moet ik naar voren toe. En die is 2 hebben we. Zo dat durf ik. Goed rond.
niet uitstaan. En dan gaan ze hier gewoon staan met die tigers en weet ik veel wat, en die Isu. Heet het die eerste wij? Die wil Paul zijn plekje gaan staan, ja. Ja, voorlopig ben ik maar weer onderweg. Nee, nee. Maar dan staat hier voor Paul zijn plekje. Nou vliegen, hè. Je snapt zeker wel dat ik volg als naar hem toe rijd. User joined your channel. Avond. Hallo. Ja, we hebben weer teams hoor, Paul. Wat? We zijn met de Tunesië bezig, maar dan staan we bij C en dan staan er gewoon drie staan alleen maar te campen. Die staan niks te doen. Dus nou hoop ik dat ik bij die IS-2 kan komen, dan kan ik in ieder geval dood. Ja, kom met zijn vliegtuig ook op jou wel. Ja, maakt me niet uit. Ik wil alleen met die IS-2 killen. En damaged. Daar komt hij. Ja, die G die heeft me gewoon. Bloedhond. Maar er komt niemand naar voren toe. Die G die staat gewoon links om het hoekje. Ik ga nou mijn... Nog een keer met Jerry het tier pakken en rij ik even anders. Ga ik even naar die eerst naar die tier toe. Die staat op G3. Ja, ze komen omhoog hier. Ik weet niet hoe die ene heet met panterij. Ah ja, dat was die Dierik, weet ik veel wat. Maar ze komen niet omhoog, ze hoeven alleen maar daar op het hoekje te blijven wachten, snap je? Kijk wat met Stier gaan doen is die. Voorlopig rij ik weer ergens om die slim is voor mij, goed. Want de G die dekt de eerste twee. Ja, daarom wil ik. Daarvoor rijd ik door, want ik wil naar die dinges toe. Ik wil naar die tiger toe die daar beneden staat. Want als ik daar kan komen, dan. Die een paar tikjes uit kan delen. Nee, nog niet. Ik ben nog niet dood. Nee, ik wel. Die staat daarheen. Weg. Dat is één. Godver, weer die loopt niet omhoog. Hier, sta je ook maar even lekker stil, vriend. Wat keer weer zijn aan drie lopen. Oh, die soloturk is ook dood. Alleen diegene nog. Oh, die is ook dood. Da-da-da-da. Dan gaan we voor C. Mag ik even... Dit is tier 3 wat jullie spelen nou, hè? 4 is dit. Engelse. Okay. Ja, is goed. Ik heb Duits tier 4. Dat weer te gek wordt en stappen we vlieg snel over op tier 3. Valt nog mee wat het tegenkomt. Teams helpen alleen niet mee. Nee. Wat is nou het probleem? Kijken of ik nou nog naar voren toe durf te komen. Nou steken in een hoekje. Kom ze. Now fit.